slapen voor in Azië. En in Azië leven ze dus altijd in de buurt van water. En dat komt ook wel, want ze halen hun eten dus uit het water. Ze hebben een hele lange, kromme, gebogen snavel. En die gebogen snavel die gebruiken ze dus om in dat water allerlei diertjes op te zoeken. De raafjes zijn ondertussen ook nog lekker rondjes aan het vliegen. En je ziet dat de ibissen hier in het water aan het voelen zijn. Ze eten schelpdiertjes, krabbetjes, garnaaltjes, kikkertjes, eigenlijk alles wat ze dus kunnen vinden in dat water. Het zijn nog jonge dieren. Het zijn jonge van de vogels die in de Aziatische vlieghooi zitten. En dan kunt u zien dat die andere dieren, de volwassenen, een hele zwarte, kale kop hebben. En zij hebben dus nog wat veertjes. En als ze straks volwassen zijn, vallen die er allemaal af. Vandaar ook de naam zwartkop ibis. Nou, met onze ibis en onze raven zijn we alweer aan het einde gekomen van de vogeldemonstratie. We hebben hier uit zuidelijk natuurlijk gedrag gezien. Gedrag wat eigenlijk niet zo snel tot uiting zou komen in een volière. Ik hoop dat u het leuk heeft gevonden. Ik wil u heel erg bedanken voor uw aandacht. En nog een hele fijne dag gewenst. Dankjewel. Nee, oeh, is niet gaai. Kom naar de volgende keer.